It's all I wanna do. Welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chess. En vandaag spelen we Call of Duty Black Ops 3. We spelen potje Team Damage op de map Fringe. Maar, zo te zien spelen we met de Specialist Vision Pulse. En ik speel met de ARK, nee niet AK, de KN44, zijn nog steeds AK. Met de Silencer, Stok en Extended Max. Waarom ik met Silencer ga spelen in dit spel is omdat je punt 1 geen damage van je wapen af hebt. Alleen een beetje range. Vandaar dat ik Extended Max op heb gezet, waardoor ik toch wel iets meer kogels kan knallen natuurlijk, dus. Ik speel met de UAV, Wraith en de Hater natuurlijk. En ja, we gaan gewoon kijken of we dus die enige echte streets kunnen gaan halen. Ik vind het zelf best wel chill met de Silencer spelen. Alleen op dit wapen dan, want ik heb door Hakan deze klas aangemaakt. Omdat we dit weekend even voor Nucleus gingen. Maar zoals je ziet, ik kom niet op de minimap. Plus ik heb Sixth Sense aanstaan. Waardoor ik sommige enemies wel op de minimap zie. Wat inhoudt. Kijk, is dat die enemy? Maar dus allemaal niet zien. Terwijl ik wel gewoon lekker aan het knallen ben. Dat is natuurlijk gewoon mooi. Kijk, die zag me gewoon dat ik daar aan het rennen was natuurlijk. Voor mij is hij weg. Oké, let's go. UAV is binnen. Snel even hier naar binnen kruipen. En mijn UAV inkallen. Let's go. Dan gaan we nu door voor onze Wraith en onze Hater natuurlijk. Daar loopt er eentje, daar loopt er eentje. Warrant eentje eigenlijk. Dat was het hem. Oké, ze hebben mijn UAV er dus uitgeknald. Moet nou nog precies 5 kills. Kijk, ze zien me gewoon helemaal niet op de minimap. Dat is mooi aan dit ding. Oei, jammer, jammer, jammer. Zonder 6 om 1 al. Maar, zoals ik natuurlijk al zei, ze zien mij niet op de minimap. Omdat ik natuurlijk niet schiet. Ik zet even mijn Fisher Pulse in. Oh, die heb ik echt gefakt omdat hij een haymaker had. Ja, een haymaker natuurlijk. Fucking hell. Maar, probeer het zelf ook uit, zou ik zeggen. Als ik jullie was, zou ik er wel een extra merk op zetten, wat ik ook doe. Oké, nu ben ik ook getagd. En je kan ook nog eens Ghost aanzetten als je dat wil. Maar dat doe ik niet, want ik heb Flag Jacket en Sixth Sense zelf aanstaan. Flag Jacket natuurlijk gewoon om de granaten en alles tegen te houden. En Sixth Sense om natuurlijk te kunnen zien waar de enemies zitten, bijvoorbeeld in mijn rug of zo. Vandaar dus. Maar we gaan lekker 7 om 2 op dit moment. Ik ben derde precies op dit moment ook. Maar we zijn even de enemies kwijt. En ze hebben wel een care package. Nou. Hopelijk krijgt hij er geen hoge streak uit en weer een haymaker natuurlijk. Jammer, jammer, jammer. Echt, dat ding is echt te OP. Hij moet gewoon genurfd worden. En hier had ik geen range. Dat is dus wel het nadeel. Je moet dan maar zeggen, wel een klein stukje eerder schieten, laat maar zeggen. Dus echt gewoon 1 of 2 kogels. Anders heb je kans dat je de gunfight verliest. Je hebt natuurlijk ook nog wat dat je kan dropshotten en zo. Oh, dit is dom van me. Hij heeft ook een haymaker. Volgens mij speelt hij en nog in iemand anders in het team met een haymaker. Maar dat weet ik niet zeker. Dat weet ik echt niet zeker. Maar het probleem is dus dat we, weet je dat? Die haymaker tegen me had. Oké, dat was hem. Dit is geen haymaker, dat is een dragon, sniper rifle. Kan ook heel erg sterk zijn. Die haymaker zit daar boven te campen. Ook hadden met one shot. Oké, let's go. Ik wil wel mijn kut. Deze wil ik terug. Daar speel ik mee op dit moment. Ik heb wrecked. Zo sterk is hij dus, holy shit. Zit hij hier binnen? Voor mij niet. Hij reloadt een beetje als de, hoe heet dat? Het wapen ook weer. De, die light machine gun in Black Ops 2. Hij lijkt op een Scar, alleen dan een grote versie was ervan. Jongens, ik weet niet. Als je het, in de, als je het even weet, laat het even in de comments achter. Wat heet dat wapen nou, joh? Ik heb echt geen idee. Ik weet het niet meer. Je hebt een LSAT. Je hebt een MK48.
Had je dan, ik weet ze alle twee niet. Nou, ik weet echt niet, jongens. Holy shit, wat ben ik dom. Maar we staan 12 om 7. We gaan opeens even afzwakken, want we hebben geen concentratie meer. Dat mag niet gebeuren. We moesten dat basepotje neerzetten. Ben getagd. Door hem. Sowieso door hem. Moet wel, want hij heeft een pakje aan. Je kan ook al zien aan de pakjes welke specialisten gebruiken. Nou, hij gebruikt de Sight, denk ik, of de clones. En die andere wist ik even niet. Dus ja, dat kon ik niet goed genoeg zien. Ah, ik was hier gestunt, dus hier kon ik sowieso ook niet zo. Ik heb wel weer UAV binnen. We gaan dit potje ook overduidelijk winnen, zoals jullie zien. Tenzij mijn teammates bij heel slecht gaan. Ja, kijk, dit bedoel ik dat het al zo heel scheef zijn. Sorry jongen, als je deze video kijkt. Mikpikki, heel erg sorry. Vision Pulse, die loopt hier eentje dus. Tanks, mijn rug. Niet zo campy jongen. Oh, lekker Mik of Havana. Jawel, nee, Mik is het, zie je wel. Lekker Mik. Mooie kill was het. We moeten nog 4 kills maken en hebben we dit potje gewonnen, jongens. Nog 4, nog 4, nog 4. Let's go, nog 3. We hebben best wel een lekker potje neergezet, denk ik, voor met een Sinus uit te spelen. Let's go, we hebben finally killcam. 23-9 is ons eindscore. Wat ik dus zeg, probeer het zelf uit natuurlijk. Ik heb een KN44 met silencer, adjustable stock natuurlijk, zoals je ziet. En de suppressor erop. Ik heb de Pierce Flak Jacket, 6 cents, Fast cents en natuurlijk Blast Suppressor. Mocht je nou dominee spelen met dit wapen, zorg dan natuurlijk even dat je in het begin van de match iemand killt en even zijn wapen oppakt natuurlijk. Omdat ik niet scavenger aan heb staan. Dus dan moet je even een secondary wapen hebben natuurlijk. Dus, mocht je nou even deze video, laat even je blauwe duimpje omhoog achter natuurlijk. Helpt me enorm. En hoop jullie ook te zien bij de video van morgen natuurlijk. Dus, super bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer mensen. Zoals ik altijd zeg, later.